Oh, zit dat zo? Ja, dit sportieve gedoe van ons, dat leidt natuurlijk... Jij hebt gewonnen, Jan. Dat leidt natuurlijk tot een vraag. 27 mensen nemen deel aan een zogenaamd knock-out badmintontoernooi of tennistoernooi, zo u wilt. En dat betekent dus dat twee mensen tegen elkaar spelen en de verliezer valt af. De vraag is nu, hoeveel partijen moeten er gespeeld worden om één winnaar over te houden? Jan, jij staat al bij het publiek. Ik ga het eens vragen. Anneke, heb jij enig idee? 27 mensen, knock-out toernooi. Hoeveel partijen moeten we spelen om één winnaar over te houden? 13. En Lieneke? Nee, 16. Ik denk 14. 14. Scheelt niet zoveel. Ja, ik dacht ook 14. 14. Ik ga eens aan de andere kant kijken. Ria. Ja, hallo. Hallo. Hoeveel partijen? Dat wil ik weten. Nou, ik denk zoiets van 18. 18. Waarom? Dat is een mooi getal. Ja. Hoeveel wedstrijden, hoeveel dingen wordt er gespeeld? Er zijn 27 deelnemers. Er moet één winnaar overblijven. Ja, dan wordt het toch gedeeld. Dan wordt er één, blijft er over. Dus 18. 18. Zoiets had ik ook gedacht. Ja, 18. Ja. Ja. Gonnie? Ja, ik denk 18. Zijn er nog andere ideeën? 216, dat vind ik een sterk verhaal. Dat is wel een sterk verhaal. Ja, het wordt nu gokken. Ik denk dat het nu de tijd is om het goede antwoord te geven. En dat is verschrikkelijk makkelijk te vinden. Als je er maar op de goede manier tegenaan kijkt. 27 mensen zijn er. Eén winnaar moet er overblijven. Dus er moeten 26 verliezers zijn. Bij elke wedstrijd is er één verliezer. Dus hoeveel wedstrijden moet er gespeeld worden? 26. Dat is het goede antwoord. We blijven nog even bij sport. Het lijkt wel een speciale aflevering van Trossport Extra. Maar we gaan ons nu verdiepen in paardensport. Hier staan drie paarden en die gaan een race lopen. Het parcours is 600 meter lang. Maar wij moeten een handicap gaan inbouwen. Want we weten dat paard A is drie keer zo snel als paard B. En paard B is twee keer zo snel als paard C. Magda en Frank, luister goed. Het snelste paard moet het hele parcours lopen, dus de volle 600 meter. Waar moeten de andere twee paarden nu starten, zodat ze alle drie tegelijk over de finish komen? Pak een paard en ga racen. Dan kom je halverwege misschien wel op ideeën. Ja, dus ik zou zeggen, we zetten A, Daniel, want A is het snelste paard. Dus ja. Je rent de hele ruk in één keer. Ja. Hé, hey, netjes hè. En A is drie keer snel dan B. Dus B zetten we op positie 400 meter. Hier heb je B. Ga maar zetten. Op het streepje van de 400 dan. Zo? Hier ja. Zo? Ja, ja. Dus, dat is goed. Ja? Dus dan loopt er nog 200 meter. Jij mag het zeggen. En wat A doe is je met 6 C? Keer zo snel dan C. Dus je zet op 100 meter. Ja. Nou, we gaan even naar onze boekmaker op de tribune. En A die blijft daar staan, hè? Die loopt de hele race. We gaan even naar onze boekmaker op de tribune. Ja, dus A loopt op 600, dus drie keer snel. Wacht even. Nou, maar B is twee keer zo snel als C. Ja. Nu staat B achter. Ja, ik hoor hier achter mij allemaal kreten van nee, het klopt niet. Wie denkt dat het niet goed is? Nou durven ze niet meer. Allemaal, jullie zijn tot betere gedachten gekomen. En aan deze kant? Ah, daar hebben we een ander geluid. Jij bent? Marijke. Marijke, zeg het eens. Nee, ik denk dat B één vakje terug moet. Waarom? Hij loopt drie keer zo snel als A. Nee, dat staat er niet. Oh nee. Oh, A loopt drie keer zo snel loopt als B. A drie keer zo snel als B. Dus hij moet één vakje, 1, 2, 3 vakjes voorsprong. Dus B moet eentje terug. Jij denkt drie keer zo snel betekent 3 vakjes voorsprong. Ja, denk ik. Zou dat zo zijn? Misschien niet. Hoeveel vakjes moeten ze in totaal lopen? 6, hè? 6, ja. Nee, als dan B drie keer zo snel loopt. Nee. Of A drie keer zo snel, dan ga ik zelf de zaak door. Ja, dan moet hij 2 vakjes terug dan. 2 vakjes terug zelfs.
Nou, wij gaan dat doen, Jan. Ik ga nu eens eventjes daar vragen, want daar zeiden ze allemaal nee, het is wel goed. Wie hebben we hier? Suze? Is het wel goed? Ja, ik dacht van wel. Vertel eens waarom. Je doet 6 vakjes, gedeeld door 3, dus dan hou je er 2 nog over. Ja. En A moet dan 6 keer zo snel als C lopen. Ja, dus laten we het nou gewoon eens bekijken. Ik ga er eens eventjes naartoe. Jongens, jullie hebben het inderdaad goed gedaan, hoor. Paard A wil ik graag bij de start hebben, ook echt. En dan gaan we eens controleren of het ook echt klopt. A gaat 3 keer zo snel als B. Dus B legt 200 meter af. A gaat 3 keer zo snel, dus die legt in diezelfde tijd 600 meter af. Dat klopt. De eerste regel klopt. Tweede regel, B gaat 2 keer zo snel als C. Dus als C 100 meter aflegt, legt B 200 meter af. Voilà. Wij gaan limonade mengen. Want, en daar komen de kandidaten, Monique en Ben. Hier heb ik 8 liter blauwe limonade. Daar heb ik 8 liter gele limonade. Een lege cilinder van 5 en een lege cilinder van 3 liter. De opdracht aan jullie luidt: maak met behulp van alles wat jullie hier zien 8 liter groene limonade. Hoe groen is groen? Hartstikke groen. Zo groen is groen. Stamstam dus. Ja. Denk even goed na, want je kunt dus niet meer overschenken of terugschenken. 1 keer gemengd is gemengd, hè, want blauw en geel maakt groen. Mm-hmm. Dus trek eerst even je plan. Enig idee? Moet dus 4 liter blauw en 4 liter geel heb je nodig. Ja. Hier zit 3. Het verschil ertussen is precies 2 liter. Ja. Ja, je moet het op 1 liter uitkomen, hè? Ja. Je moet ergens 1 liter vandaan halen. Waarom denk je dat je 1 liter nodig hebt? Nou, ik wil 4 liter overhouden. Ja. Ja. En de helft geel en de helft En wat heeft die ene met 4 liter te maken? Nou, als hier heb je 3, hier heb je 5. Ja. Als ja. je de helft van dit stukje hebt, dan heb je 1. Nee, maar je mag dus niet gokken. Je moet gokken. Dus de... Nee, dat begrijp de maten gebruiken. Nee. Maar ik vind dat jullie wel een heel goed idee hebben. Ja. En als we achterin ook eens eventjes... Jan komt met een tip, dames en heren. Daar komt de tip. Ja. Een heel goed idee en dat was met die 1 liter werken. En het andere goede idee is voorlopig maar 1 kleur gebruiken. Ja. 1 liter. En ik zou zeggen, als je nou zo'n volle cilinder van 5 liter neemt... en daar op de een of andere manier 1 liter uit zou kunnen overgieten... dan hou je daar 4 liter in over. Maar hoe kun je 1 liter precies hiervan overhouden? Of hoe kun je ergens 1 liter ruimte overhouden? Door hier in deze cilinder van 3 liter... ervoor te zorgen dat er al 2 liter in zit. Bijvoorbeeld. Nou hebben we tips genoeg gegeven. Ja. Zou het? Voorlopig. Nou, zolang je bij 1 kleur blijft, kun je natuurlijk gaan gieten. Ja. Je kan altijd terug in je ene kleur. Ja. Als we er 5 uitgieten, houden we 3 over. 3 en 3 is 6. Ja. Ja. Nou, gieten. Probeer maar. Giet jij maar. Wat nemen we? Blauw of geel? Doe maar, jij staat dichtst bij geel. Let op bij zwaar. Dus 5 eruit, hè? Ja. En hou je 3 over. 1 liter knoeien. Het ruikt nog naar limonade ook. Nou, het is echt een limonade, wat dacht je wel? Ja, 5. Dat is nou, het. Als dit... Een klein beetje een drupje erbij. Anders dan klopt het niet. Ja. Bravo. Nou, oké. 3. Hoe komen we nou aan 2? Hoe komen we aan 2? 2, dat kan halen door die 5 en 3. Ja. Ja. Dan hebben we 2. Maar even kijken. Die overgieten die. Dat zit daar. Doe jij dat maar. Dat is een mooi maatje voor jou. Even kijken. Hoor. Ja, dat hoop ik. Ja, we hebben daar 5 uit, dan gaan we 3 over. Stop maar. Oh. Ja, heel goed. Ja, dat is 2. Nou jongens, nou hebben we een belangrijk punt bereikt. Want we hebben nou ergens 2 liter. Daar. 2 daar. Liter. Daar, als we dat... 2, maar 3. Die zouden we eigenlijk graag ergens anders hebben. Ja, die moet daar nog bij. Nou, hij kan er niet meer bij, maar... Nee, 5. Ja, de tweede kom je weer op 5 uit. 4. Dat is zinloos. Nee, maar die 2 die moest ergens in, namelijk. Bij de grote berg?
Nou, bij uit de grote, in de grote. Ja, daar kunnen er drie bij, maar dat is zinloos. Uit de grote bij de vijf. Nee. Daar heb je 1 liter over, zegt ze. Ik herhaal wat ze zeggen, hoor. Nee, want dat zijn er 5 uitgegeven. Ja. Er zitten er 3 in. Ja. En nou zijn er daar weer 3 uit. Dat speelt dus kiet. Jongens, daarnet hadden we een goed idee. Toen hadden we het idee, als er in die 3-liter bak nou alvast 2 liter zit... dan kunnen we dadelijk met een volle 5-liter bak 4 liter maken. Dus we moeten zorgen dat die 2 liter hierin komt. Dat kunnen we doen door eerst eens wat ruimte te maken. Nou ja, dan moet ik dus die 3 leeg. Ja, doe maar. Nou goed, 3 en 3 is 6. Dan gaat hij gewoon even terug. Oké. Okay. Oh, wacht, 6. Beginnen we jou te dagen? 6. Ja, 6, 6, 0, 5 en 1. Dus daar kun je straks 1 van daar halen. Heb je er 3 uit gehad, zitten er 2 in. Hoor. 2 zitten daarin. Wat deden we daarmee? Ja, kunnen we die 3 gooien. Ja, er 1 bij. Ja, goed zo. Nou, 1 blauwe erbij. Zo. Ja. Nou, en nou dan moeten we uiteindelijk... Nee. Ja, maar dan hebben we niet de goede verhouding. Dan nee, nog niet. Maar dan mikken we er nog 3. Dan gooien we die weer terug in die 5. Dan gooien we er nog 3. Nog 3 blauwe bij, we hebben al 1 blauwe. We moeten 4 blauwe hebben. Even rustig nadenken. Ja? En hier zit 6 in. Ja, maar we moeten op 4 liter uitkomen. Okay, ja. 4 liter geel. Hoe kunnen 6 we min 5 is 1. Hoe kunnen we op 4 liter geel uitkomen? Als Monique, je ze hierin doet, ja, ga je hou je hier 1 over, die kan daarbij. Dan heb je hier 4. Nee, heb je maar 3. Want je streepje gaat maar tot hier. Juist. Hoor je wat meneer zegt? 8 liter in de 5 liter. We houden 1 liter over. Ja, maar dat interesseert ons niet zo erg. Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk nou maar eens wat ze doet. Moet ik helemaal leeg gieten dan? Nee, je moet tot aan de 5. Ja. Oh. Dan is dit 1. Er zit 1. Dat is 1. Zet maar er weer. 3 bij gooien, dan hebben we... En dan aanvullen tot 8. Dan bederf je het bij 1. 1 erbij, juist. Dan hebben we er 4 en dan aanvullen. Yo, doen we het. Ja? Nou... Volgens mij moet je een beetje te stappen. Oh. Ja? Ja? Ah ja, en die bijvullen tot 8. En dan gaan we gif mengen. Nou hebben we 4. Juist dat. Monique, jouw Ja, die is zwaar hoor, die jij niet maar. Ja, ik vind dat jij dat moet doen. Ik vind. De emancipeerde samenleving. Oh, mooi. Oh, ja hoor. Ja. Nou, moet je die ook nog daar binnen met je geven? Gooi die er ook maar bij. Gooi die er maar bij. Wat ga jij doen? Yes. Oh. Ja. Dat is aha, Erik. Goed zo. Nou. Nou, mooi groen is nieuw. Voilà. Bravo. Heel goed gedaan. Het is tijd voor onze kijkersvraag. Maar eerst natuurlijk de oplossing van vorige week. Welk glas weegt zwaarder? Het glas met alleen maar water of het glas waar een blokje hout in drijft? Dat was de huiskamervraag van vorige week. We hebben de 2 glazen op een balans gezet en je ziet, ze zijn precies even zwaar. Dat is een illustratie van de wet van Archimedes, die zegt dat het gewicht van een drijvend blokje precies gelijk is aan het gewicht van het water dat door het blokje verplaatst is. De huiskamervraag van deze week. 6 lange lucifers liggen op zo'n manier op tafel dat je in die figuur 4 driehoeken kunt onderscheiden. 1, 2, 3 en een grote driehoek, dat is 4. De opgave luidt, leg de lucifers nu zo neer dat er een figuur ontstaat waarin je niet minder dan 8 driehoeken kunt vinden. Volgende week de oplossing. Wij gaan met onze 2 kandidaten de boer op. Pieneke is eigenaresse van een aantal koeien en Harry is de eigenaar van stieren. Dit weiland is verdeeld in een aantal stukken land. Jullie mogen nu om de beurt 1 van jullie dieren in dat weiland gaan plaatsen. Maar jullie mogen nooit een koe en een stier naast elkaar zetten. Want dat was nou net niet de bedoeling. Dus jullie moeten zorgen dat er altijd ruimte blijft tussen een koe en een stier. Wie het laatste dier kan plaatsen, is de winnaar. Pak je koeien en pak je stieren. En Pieneke, jij mag beginnen.
Koeien gaan voor. Koeien gaan voor. Ja. Moet je ook daar beginnen? Ja, er is geen middelpunt. Je mag neerzetten waar je wil. Als je maar zorgt dat er nooit een koe en een stier in twee stukken land naast elkaar komen te staan. Moeilijk. Harry. Ga mee. Jij gaat mee. Nee, dat mocht nou net niet. Oh, niet naast elkaar. Nee, ook niet achter elkaar en ook niet voor elkaar. Niet bij elkaar. Ja, dan ga je weer mee. Dat is flauw. Hij doet iets verrassends. Ja. Zo. Ja. Ik heb al gewonnen, geloof ik. Nee. Ja, hij mag hem hier niet aan. Hij doet niet zo eigenwijs. Er staan die koeien al. Passen er ook twee in een hok? Nee, er mogen er niet twee in een hok. Nee. De stieren hebben verloren. De stieren hebben verloren. We gaan die ander even bij vragen. Ja, dat is heel snel gegaan. En Harry, je hebt je lelijk laten beetnemen, eerlijk gezegd. De stieren. Want inderdaad, Pieneke heeft door een paar slimme zetten een heel groot gebied weten te veroveren. Als je daar nu als wiskundige naar kijkt, dan probeer je altijd uit te zoeken of er voor een van beide partijen een winnende strategie is. En dat is hier, en dat kun je doen door op een handige manier gebruik te maken van symmetrie. Je ziet dat dit hele veld symmetrisch is, hè? Links en rechts hetzelfde. En daar kun je gebruik van maken. En dat wil ik nu toch nog even laten zien. Nou, we gaan ze even terughalen. Uit. En er is een winnende beginzet. En die winnende beginzet, dat is een zet in één van deze twee... Hola. Eén van deze twee centrale vakjes. Het werd er net al geroepen. Probeer dat eens. Daarnet ben jij begonnen, dan mag Harry beginnen. Ja, maar nou is het niet moeilijk meer. Nou, dat weet ik niet. Want ik zeg wel, het is een winnende beginzet, maar de rest van de strategie moeten we ook nog bedenken. Maar dit kan al niet meer. Nee. Daar mag je niet meer in komen. Oké. Okay. Nou, Harry, nou moet jij naar de buitenkant. Je strategie. Wat is jouw strategie? Ja, ik weet al. Ik had hem daar neer moeten zitten, denk ik. Nee. En denk erom, ik heb er net het woord symmetrie laten vallen. Ja, dat, ja, we gaan het niet doen, want dat is niet een goede zet. Ik heb er net het woord... Ja, oh, je gelooft het niet. Nee, hij denkt dat hij nu een winnende strategie heeft. Ik geloof het niet helemaal. Ik wil die symmetrie eens eventjes laten zien. Kijk, als jij nu precies hetzelfde doet als Pieneke, dan kun je dat altijd maar blijven volhouden. Dat wil zeggen, je zet hier dezelfde op dezelfde plaats als zij, die stier. En wat Pieneke nou ook doet, jij kunt dat altijd kopiëren. Ja, dus doe maar, Pieneke. En dat is het slimme idee. Dus ja, dan moet ik hem wel hier neerzetten. Jij zet hem, ja, dat mag je best doen. Wat is de symmetrische positie? Deze kant op. Ja. Ja, ja. Nee. Nee, symmetrisch. Nee, dan. Deze man. Ja. Ja, dan kan ik ga nog. Winnen. Ja. Je ziet het nu. Kijk, elke zet die Pieneke doet, die kun jij nu symmetrisch herhalen. Ja, dan kan ik niks meer. En zit alles al vol? Ja. Ja. En dus. Zo zie je dat door dit idee van symmetrie te gebruiken, dat je hier dit spel altijd kunt winnen als je begint. Maar Pieneke heeft eigenlijk het eerste spelletje gewonnen. Bravo. Dit is de reconstructie van een moordzaak. Op een kwade avond zaten in dit restaurant te eten 6 mensen. Plotseling viel het licht uit. En klonken er schoten. En toen het licht weer aanging, lag Piet ontzield over tafel. En op de andere tafel lag een rokend pistool. Commissaris Maigret heeft dus het vermoeden dat een van deze 3 mensen de moordenaar is. Hij heeft ze een verhoor afgenomen. En daarop zei Jan... Puk heeft het gedaan. En wat zei Puk? Ik beken.
En wat zei Ellen? Jan deed het. Nu heeft commissaris Maigret nog ontdekt dat geen van deze drie personen de waarheid spreekt. En de vraag is dus, wie van de drie heeft het gedaan? En dat gaan we aan onze kandidaten hier vragen. En dat zijn Angela en Sabina. Angela, wie denk je dat het gedaan heeft? Wat zegt Jan? Jan zegt, zeg het nog eens een keer Jan. Puk heeft het gedaan. Puk heeft het gedaan. Nou, volgens mij heeft Jan het gedaan. Waarom? Leg het eens uit. Nou, omdat hij niet zegt dat hij het zelf heeft gedaan, ja. Ja, ja. Denk ik, gok je. Sabina, nou, denk je dat ook? Nee, want Puk die geeft wel wat toe dat ze het gedaan heeft. Ja, dus... Nee. Ja, maar geen van drieën spreekt de waarheid. Ja, dat is om het moeilijk te maken. Ja, ja, oké, okay, geen van drieën spreekt de waarheid. Dus wat weet u in ieder geval... Wat weet je in ieder geval van Puk? Dat zij het dus niet gedaan heeft. Aha, dan zijn we alweer één verder. We hebben nog maar twee verdachten op dit moment. Ja, want die heeft het gewoon gedaan natuurlijk. Ja, want Ellen die zegt dat Jan het gedaan heeft. Ja. En Jan, wat zeg jij Jan? Puk heeft het gedaan. Puk heeft, nou, dus heeft Ellen het Ellen, gedaan. Dat ja. blijft over. Hè? Of niet? Ellen heeft het gedaan. Denken we dat allemaal? Dan ga ik Ellen nu in de kraag vatten. Ellen, kom jij maar eens mee. Ja, Jan. Voor straf zul jij het volgende spel moeten presenteren. Kom maar mee. Nou ja, een spel spelen is sowieso al geen straf voor mij. En in dit geval helemaal niet, want er staat een heerlijke taart klaar. Die we zo lekker op gaan smikkelen, maar eerst moet er nog een spel mee gespeeld worden. Deze kandidatenparen spelen tegen elkaar. En wat moeten ze doen en wat is het probleem? Het probleem is dit stukje hier in het midden. Dat is vergiftigd. Daar zit een vergiftigde kers in. Wat moeten jullie doen? Jullie moeten om de beurt een stuk van de taart afsnijden. Volgens de lijnen van zijde naar zijde. De grootte van het stuk wat jullie afsnijden, dat maakt niet uit. Maar wie het laatste vergiftigde stukje taart moet nemen... Ja, helaas, die is natuurlijk de verliezer. Ik wijs gewoon aan, jullie mogen beginnen. André en Francis. Hier is je mes. Dat maakt niet uit, daar kom je vanzelf wel achter. Nou, hoe zullen we dat eens even aanpakken? Ik denk, als je... En als je een stukje af hebt gesneden, leg het dan even op de bordjes opzij. 1, 2, 3. Houdt het middelste stuk over, of niet? Ja, precies. Dus zo dat is dan helemaal verkeerd. Nee, bedoel maar. Ja. Wat wil je doen? Ik dacht deze... Je mag afsnijden wat je wilt. Dan deze en dan die. Ja, maar je moet om de beurt. Ja. Oh ja. Nou, doe jij je eigen eerste stuk maar. Ja, oké. Okay. En dat moet op dat bordje. Nee, schuif hem maar zo opzij. 1, 2, hoppatee. Goed. Dan moet ik eens proberen om niet de grootste af te halen. Ja, dan ben je dus... Ja, en pak hem gelijk mee op je bordje. Dan zijn we die tenminste. Ja. Jullie weer. Ook weer een klein stukje. Misschien een klein stukje, als we dit stukje doen. Ja. Ja. Nee, ik hoor niet wat je zegt. Oh, zullen we dit stukje erop doen? Ja. Dan kunnen we nooit klaar zijn. Ja. Huh? Doe maar. Probeer maar. Zo. Jullie weer. Adonia. Weer een klein stukje afhalen. Tactiek. Wat vind jij? Als we nou deze eraf halen, ja. Dan kunnen zij nog deze pakken en dan zijn we nog. Nee, maar ze kunnen ook de ene een keer dat pakken. Dat zijn wij onze peanut. Ja, of dat ene hoekje. Ja, dat kan ik echt kijken. Ja? Ja, wat vind jij? Ja? Dat ene hoekje. Dat ene hoekje. Ja. Zeg het eens wat harder, André. Als wij dit stuk er niet afhalen, moeten we dadelijk één van die twee stukken. Dan kunnen wij het laatste stuk afhalen. Als wij dan deze... Dit stuk pakken. Ja? Ja? Moeten we dadelijk één pakken. En dan blijft er voor ons een stukje over. Oh, wacht. Ja, want je moet het laatste stukje net niet hebben. Nou, dan kan je beter... Precies, dat was het beste. Deze afsnijden, ja. Even kijken.
Ja, we moeten een heel stuk eraf halen. Ja, je moet van zijde naar zijde snijden. Ja. Dus ik denk dat je weinig keuze hebt. Er zit niks anders op. Snij dus, maar. Ja. Goed. Ja. Dus dan winnen we het toch. Nou. Eén van de twee. Ja, kijk eens. Zo, en dan hebben we niet. Maar hebben zij die? Ja. Dit zou ik dan niet doen. Huh? Doe maar wel hoor. Ja, maar dat hebben we allemaal. Laat je niet overleiden tegen de partij. André en Francis, het is jammer. Maar jullie hebben verloren. Maar daar komt Jan met een nieuwe taart, met een nieuwe kaars, met een nieuw vergiftigd stukje. We krijgen een herkansing en die wil ik eigenlijk in het midden hebben. Zal ik dit eens even allemaal weghalen dan? Zo. Hoppa. En die ook. Dat stuk ook graag. Die doen we zo. Zo. Want het is natuurlijk wel leuk om zo'n spel te doen. Maar we willen ook daarnaast wel iets weten van zijn er strategieën waarmee je zou kunnen winnen. En dan heb ik hier als eerste een klein stukje. Een modelletje van een klein stukje. Als je nu je tegenstander met dit kleine stukje kunt opschepen. Ja, je tegenstander die heeft dit stuk en die is aan zet. Dan kun jij altijd winnen. Kijk, zie, dit is het middelste stuk met de vergiftigde kers. Dan kun jij altijd winnen. Hoe? Stel je tegenstander doet dit. Dan doe jij precies hetzelfde, symmetrisch. Weer zo'n wiskundewoord, symmetrisch, dit. Stel hij doet daarna dit, dan doe jij weer dit. Stel hij doet de eerste keer dit, dan doe jij symmetrisch dit. Dus je moet je tegenstander zien op te schepen met zo'n strook. Nou, die stroken die zitten hier. Dus zodra iemand iets heeft gedaan waardoor jij de ander met zo'n strook kunt opschepen, dan zit je goed. Nou, wie waren er net? Jullie waren de winnaars. Dan geef ik jullie wat voordeel. Ik zeg, jullie mogen nu beginnen, de tweede keer. En hou dit dan goed in gedachten. Dan zal ik jullie proberen te sturen. Begin jij maar. Wat zou de eerste snede kunnen zijn, André? Nou, ik denk zo. Als je deze hele strook afsnijdt, dan kan je tegenstander, Erik en Adonia, jullie zien het al, ja, dit hele stuk afsnijden. En dan zit jij met dat symmetrische stuk. Ja, dus het is niet goed om zo'n hele strook af te snijden. Wat moeten we dan doen? Ja, een klein puntje hier. Dit. Een klein puntje, dat lijkt me een beter idee. Oké, we snijden een klein puntje. Zet maar op je schotel. Ja. Nou, de tegenpartij. Wat gaan jullie doen? Wij gaan ook zo'n puntje doen. Jullie nemen ook zo'n puntje? Waarom? Als je iets anders doet? Ja, dan krijgen we ook een puntje. Ja. Nou, het is heel duidelijk. Als je iets anders doet... Als we een heel stuk afhalen... Dan kunnen zij weer dat en dan zijn jullie de pineut. Als jullie zo'n stuk afsnijden, dan kunnen de anderen. Juist. Dus jullie enige hoop is ook maar een klein puntje afsnijden. Doe het maar. Oké. Zet het maar opzij. Iedereen. Oh. Nou, het mes mag weer. Nou, weer. Hier hebben we ook nog een mes. Dan neem ik deze toch? Ja, zeker. Ja, er zijn gelukkig drie puntjes. Ja. En nu zijn Erik en Adonia de klos. Ja. Kijk maar. Ja. Wat jullie ook doen, welke snede jullie ook doen. Ja. Wij kunnen hier er een strook van maken. Nou, wij gaan dadelijk die taarten opeten. Maar eerst wil ik jullie nog even feliciteren, want jullie waren de eerste die het gewonnen hebben. Ja, leidt geen twijfel wat wij gaan doen. Wij gaan lekker die taart op zitten smikkelen. Dit was het weer voor deze week. Tot volgende week, want dan is er weer Oh, zit dat zo. Tot dan. Tot dan. Straks zingt Nederland in karaoke.